Ja, goeiedag dames en heren. Welkom bij de Ons Zonder Bruggen podcast, beter bekend als de Onscast, aflevering 25 voor week 7 2021. Mijn naam is Rutger van der Heijden en zoals mensen op YouTube misschien kunnen zien, ben ik deze week weer alleen. Vorige week hadden we Remco Heren te gast, die vertelde meer over ons krutjesgat Quist. Kijk of luister die aflevering nog eventjes terug. Was een erg leuke aflevering. En deze week zou eigenlijk Joris van Dam aanschuiven bij de aflevering. Alleen die heeft zich vanochtend afgemeld wegens ziekte. Wens Joris veel beterschap en wellicht dat we hem in de toekomst nog een keer gaan zien. Joris zou eigenlijk langskomen als fractieleider van PvdA GroenLinks in Zonnebreugel om meer te vertellen over de verkiezingen en de partijprogramma's van de twee landelijke partijen. Maar wellicht dat er binnenkort voor de verkiezingen nog wel iets mogelijk is. Dus deze week zullen jullie het met mij moeten doen en we beginnen met het nieuws. Min of meer traditioneel, helaas hebben we het over de corona dashboard update. Week 5 hadden we 19 besmettingen en week 6 hadden we 26 besmettingen. Week 6 hadden we ook 1 ziekenhuisopname en de rest valt het eigenlijk wel mee. De cijfers zijn wel lager dan wij afgelopen week hebben gezien. Dan zat het eigenlijk structureel boven de 30. En er zat een dalende lijn in. En wellicht dat die lockdown, die lockdown en de avondklok, die combinatie, dat in Zonnebreugel wel echt vruchten afwerpt. Zoals het er nu naar uitziet, zal deze week wel iets hoger zijn dan vorige week met 26 besmettingen. Maar dat lezen jullie maandag op de site. Of over 2 weken natuurlijk in de podcast horen. En gaan we het toch nog hebben over de landelijke verkiezingen. Want het is bekend waar dat wij kunnen gaan stemmen dit jaar voor de landelijke verkiezingen. Dit jaar kun jij 3 dagen stemmen vanwege de coronamaatregelen op 15, 16 en 17 maart. Ja, je kunt dan 3 dagen lang stemmen op het parkeerterrein bij HTC. Ik ben benieuwd hoe dat ze dat vorm gaan geven. Is dat met een tent? Is dat in de buitenlucht? Ben ik best wel benieuwd naar. En je kunt ook 3 dagen lang stemmen in het gemeentehuis. Op 17 maart, dan is eigenlijk de dag van de verkiezingen. Dan kun jij ook gaan stemmen bij Braakland, Café de Zwaan, Combigebouw, La Sonnerie. Bij Feestcafé de Bongert. En bij de Feestcafé de Bongert is wel leuk, want daar heb jij 2 ingangen. Je kunt door de hoofdingang naar binnen lopen van de Bongert. En je kunt via de zijingang naar binnen bij de bewegingsbanken, voor degenen die daar bekend mee zijn. Dus er zijn eigenlijk in de Bongert 2 stemlocaties. Dus hou er even rekening mee. Als je gaat stemmen, wellicht dat jouw huidige of de stembureau dat jij normaal gesproken gebruikt, dat die dicht is. Ik zie bijvoorbeeld dat Berkenstaten, die staat er niet op. Hopelijk dat ze daar voor de oudjes wel een oplossing zien te vinden. Hoewel die wel met per brief kunnen stemmen. Ja, dan hebben we een bestelbus die langs de verbindingsweg A50 geschoten was. En die kwam terecht in de berm. Rond 10:30 reed de bestelbus van de weg. En die kwam eigenlijk dwars in de drassige berm terecht. De bestuurder bleef ongedeerd. Uiteindelijk werd de weg eventjes afgekruist. Maar het verkeer was vrij snel weer op gang. Ja, dan toch wel economisch nieuws dat je zonse hart wel doet laten bloeden. Want Zonnebreugel staat niet meer op nummer 1 als economische toplocatie in Nederland. 2 jaar geleden stonden we nog op de eerste plek. Maar Haarlemmermeer, onder meer bekend van Schiphol, die heeft Zonnebreugel weer ingehaald. En Zonnebreugel is naar de tweede plaats gezakt. Dat was 2019 nog omgekeerd. Alleen ze hebben weer stuivertje gerollen. Maar Zonnebreugel is wel de enige gemeente in de top 10 die de 3 brede type economische activiteiten, zoals Louter, het bureau dat het onderzocht heeft, beschreven heeft. En die 3 type economische activiteiten zijn dienstverlening, technologie en maakindustrie. Zonnebreugel heeft natuurlijk veel profijt van bijvoorbeeld een ProDrive, van een Renus die heel veel vierkante meters in beslag neemt.
Om de lijst, om de top 5 verder af te maken, hebben we Rotterdam op de 3e plaats. Nieuwegein staat op de 4e plaats. En Den Bosch op de 5e. En onze buurgemeente Eindhoven, die staat op de 9e plaats. Ja, en dan krijgt Breugel eindelijk die sporthal waar zij trots op mogen zijn. Tenminste, dat vindt de gemeenteraad dat het een gebouw moet worden waar Sander Breugel trots op kan zijn. Dus de Bongert die krijgt nieuwbouw. En er waren twee plannen uitgewerkt door het college, door de gemeente. Of helemaal nieuwbouw, dus alles tegen de vlakte en een compleet nieuw gebouw neerzetten. Of het zaalgedeelte slopen. Die helemaal opnieuw opbouwen en de kleine zalen gedeelte, om het maar zo te zeggen, dus waar ook de bewegingsbank in zit, waar de boksschool in zit, die renoveren. Uiteindelijk heeft de gemeenteraad gekozen voor helemaal plat en compleet opnieuw opbouwen, dus complete nieuwbouw. Totaalkosten zijn er van 9,2 miljoen euro. Als zij voor nieuwbouw hebben en renovatie hadden gekozen, was dat 1,7 miljoen euro goedkoper. Maar uiteindelijk zegt de gemeenteraad van wij willen een groot gebouw neerzetten waar Breugel trots op kan zijn. En daar willen ze graag de portemonnee voor trekken. Er wordt nu een plan van eisen gemaakt. Dan gaan ze in gesprek met de huidige gebruikers en eventueel toekomstige gebruikers. En dan aan de hand daarvan wordt een schetsontwerp gemaakt, de aanbesteding gestart, et cetera, et cetera. En in 2023 moet de nieuwe sporthal dan open zijn. Dus over 2,5 jaar, dan heeft Breugel geen klein broertje van de landing, maar gewoon een volwaardig gezinslid erbij. Ja, dan nog over ons dorp Kwist. Vorige uitzending hebben we uitgebreid met Remco Heren gesproken. Die is de voorzitter van ons dorp Kwist over deze wel speciale editie ervan. Het was een wat ze noemen een carnavalseditie. Daar hebben ze samenwerking met de Krutschrapers georganiseerd. Daar hadden we een video gemaakt bij de twee afgevaardigden van carnavalsvereniging de Krutschrapers, oud-prinsen Ronald Brekelmans en Arjen Brandt, die als champions in de studio zaten om de vragen te beantwoorden. Nou, uiteindelijk hadden ze het best goed gedaan. De eerste drie rondes gingen ze aan kop. Nu hadden ze natuurlijk wel een klein beetje voordeel op de mensen die thuis zaten, want die hadden een kleine vertraging in de livestream zitten, waardoor die winst gepakt kon worden door Ronald en Arjen. Wil niet zeggen dat de enige factor is, want ze hebben uitgebreid gestudeerd om zoveel mogelijk kennis op te doen over carnaval door de jaren heen. Als je de video nog niet gezien hebt hoe zij zich voorbereiden, was een erg leuke video om te maken in ieder geval. Ik heb hartstikke gelachen. Het geeft wel een beetje weer hoe dat die twee aan tafel hebben gezeten om te studeren. Nou, de presentatie van de quiz zelf, die afgelopen vrijdag gehouden was, die was in de handen van Remco Heren en Marleen Sporen, natuurlijk de twee vastpresentatoren van ons dorp Kwist. En Jasper van Zuren, de voorzitter van carnavalsvereniging Krutschrapers, die zat in een hele grote glimmende fauteuil als een soort Maarten van Rossum om extra context te bieden aan de vragen die gesteld worden en de daarbij behorende antwoorden. Zo gaf je wat meer inzicht in de Sonsenbok, in sleuteloverdracht. Mooi om een keer een kijkje achter de schermen te krijgen. Nou, uiteindelijk na 6 rondes won CV Bokt 4 en zij hebben een VIP-pakket gewonnen voor de zittingsavond van 2022 in de hoop dat natuurlijk doorgaat. In ieder geval heel veel plezier die avond CV Bokt 4. Ja, en terwijl de bouw van het nieuwe dorpshuis begonnen is, voor degenen die het in het centrum van Zon gezien hebben, ze hebben de parkeerplaats naast de voormalig Sint-Petersbandenkerk helemaal afgezet als bouwterrein. En ze zijn begonnen met wat sloopwerkzaamheden. En ondertussen krijgt de oppositie het gevraagde onderzoek naar de aanbesteding van het dorpshuis en de informatieverschaffing daaromtrent. Ze hadden eigenlijk een motie ingediend om het onderzoek voor elkaar te krijgen. Maar het college heeft gezegd van nou, wij starten zelf dat onderzoek. Daar is geen motie voor nodig.
Ze hebben een advocatenkantoor dat gespecialiseerd is in aanbestedingen gevraagd om in ieder geval een offerte uit te brengen van wat dat zou kosten. En het onderzoek zal gaan naar de rechtmatigheid van het tot stand komen van de aanbesteding en informatievoorziening aan de raad, zoals ik net al gezegd had. En ja, ik ben benieuwd wat eruit komt. Stel nou dat ze zeggen van ja, er is iets niet goed gegaan bij de aanbesteding. Stop dan ook meteen de bouw van het dorpshuis. Het is toch weer een nieuw hoofdstuk in de dorpshuis saga die al tientallen jaar duurt. Ja, dan hebben we nog een beschonken bestuurder die in Sint-Oederode is meteen zijn rijbewijs in mocht leveren. Die is toen de eerste sneeuw viel afgelopen week, vorige week, is hij met zijn auto door een wegversmalling heen gegleden bij de zwembadweg in Sint-Oederode. Bestuurder moest blazen bij de politie en hij blies uiteindelijk 845 UGL, daar waar 220 UGL toe is gestaan. Dus dat is bijna vier keer zoveel als toegestaan. En hij mocht meteen zijn rijbewijs daarmee inleveren. Bestuurder is uiteindelijk wel ongedeerd gebleven. Ja, we hebben het over de sneeuw, om eventjes verder te pakken op de sneeuw. Het is hartstikke leuk om te zien hoe Zonnebreugel geniet van de sneeuw en van het ijs dat gemaakt is. Ik heb er een kleine impressie gemaakt van hoe dat de sneeuw bij de Zonse Bergen eruit ziet en hoe dat iedereen daar geniet door van de bergen af te sleeën bijvoorbeeld. Er wordt ook volop geschaatst bij het Oud Meer en bij bijvoorbeeld de vijver aan de Europalaan. En de gemeente had eerst nog aangekondigd van ga niet het ijs op. Mensen gingen toch massaal het ijs op. Dus het lijkt in ieder geval sterk genoeg geweest te zijn om alles heel te houden. De vrieskou heeft ook nadelen natuurlijk. In plaats van alleen maar plezier. De vrieskou treft ook de Zonse Brug. Die staat met enige regelmaat staat die vast met dit soort temperaturen. Een Rijkswaterstaat die is... Die is er meestal snel bij om het probleem te verhelpen. Ja, daar heb ik nog een klein onderzoekje gedaan naar het inkoopgedrag van de gemeente. Want ze roepen op in de gemeentepagina van koop vooral lokaal, help de ondernemers in Zonnebreugel. Ben ik toch best wel benieuwd hoe dat ze dat zelf doen. Nou, bijvoorbeeld bij de nieuwbouw van het gemeentehuis, dat is toch wel een miljoenenproject. Dat zit er om en nabij de 4 miljoen euro totaalprijs. Heb ik gevraagd aan de gemeente van welke lokale ondernemers hebben daarmee geholpen. De gemeente heeft gezegd van dat weten we niet. We weten alleen dat we de ondernemers en de buurtbewoners in de directe omgeving betrokken hebben. Maar dat is meer in de zin van we lichten ze in en ze mogen eventueel bepalen. Er is toen heel stampij geweest over hoe het dak eruit kwam te zien. Nou, daar hebben ze lokaal ondernemers meegenomen. Maar dat is niet waar we uiteindelijk op doelden. We doelden uiteindelijk natuurlijk op hebben de lokaal ondernemers er iets aan verdiend. En daar lijkt het op van niet. Dan heb ik ook nog gevraagd naar communicatie met de inwoners. Wat heeft dat de gemeente gekost en hoeveel ervan is naar lokale ondernemers gegaan? Uiteindelijk is van het totaalbedrag ongeveer 45% naar lokale ondernemers gegaan. Waarvan één ondernemer eigenlijk meer dan 70% van die 45% opslokte. Dus het is voor één iemand is het heel lucratief geweest. En voor anderen is het postzegelbeleid eigenlijk. Hier een paar euro, daar een paar euro. En dan heb ik ook gevraagd naar... dat heb ik niet gevraagd. Heeft Dorpsbelang en de VVD hebben daarna gevraagd van hoe zit dat eigenlijk met het nieuwe logo van de gemeente. Dat heeft 10.000 euro gekost en het is gedaan door een bedrijf uit Mariahout. Maar is er überhaupt wel een Zonse ondernemer betrokken geweest of gevraagd om ontwerpen in te leveren? En dat was uiteindelijk niet het geval. Erg jammer, uiteindelijk heeft de gemeente gezegd van ja, wij kennen deze ondernemer uit Mariahout en wij zijn heel tevreden met hun werk. Dus wij hebben ze ook gevraagd om dat logo te maken. En normaal hebben we dan, dat was het nieuws, dus normaal gesproken hebben we dan een pauze en dan interviewen we de gast, Joris van Damme, had ik al aangegeven, die is vandaag niet, die is ziek. Dus we kunnen meteen doorgaan.
Vragen vrijdag. Ik had gevraagd van... doe jij dit jaar ondanks alles toch nog iets met carnaval dit jaar? Nou, uiteindelijk heeft 41% gezegd van... ja, ik doe iets. Dat bijvoorbeeld meedoen aan Ons Dorp Quest... of de livestream van Hendrik Zat om geld op te halen... voor de samenloop 2022... dus dat was 41% met 62 stemmen en 59%, 88 stemmen zei van nee, ik sla dit jaar een jaartje over. Dat kan, ja, heel begrijpelijk natuurlijk. Laten we hopen dat we volgend jaar weer volop los kunnen gaan. En de vraag voor quiztijd van vorige week, van 2 weken geleden. Ik zou Remco Heren nog een vraag bedenken, die zijn we gewoon glad vergeten. Dus geen vraag gehad 2 weken geleden. En de vraag voor vandaag, om toch een beetje in de carnavalssfeer te blijven, zal zijn welke wagen in 2017 de opdracht van Krutjesgat won. Kun je kiezen uit Hendrik Zat, de Bierbubbels of Krekgek. Die kun je in onze story op Facebook en Instagram, kun jij daar jouw antwoord op geven. Er valt niks te winnen, maar is gewoon leuk. En onze social media waar je ons kunt vinden. Je kunt ons natuurlijk vinden op onze website www.onsvandenbreugel.nl. Op Facebook, op Twitter, op Instagram en op YouTube kun je ons allemaal vinden onder de naam Ons Zonder Breugel. Podcast waar je nu naar luistert of naar kijkt, die is te vinden op YouTube of natuurlijk op jouw favoriete podcast app, zoals Apple Podcasts, Google Podcasts, Anchor, Pocket Casts, Public Radio, net waar dat jij jouw podcast luistert. Vind je het leuk, dan kun je natuurlijk abonneren en dan heb je iedere week of iedere 2 weken automatisch de nieuwste uitzending op jouw smartphone of computer, net waar dat jij het luistert. En je kunt natuurlijk de app vinden in de respectievelijke winkels van jouw smartphone platform. Ja, dan sluiten we deze aflevering af. Ik wil Joris nogmaals beterschap wensen. Ik wil jullie veel succes wensen met het ijs dat hier nog allemaal op de weg ligt. En dan zien we elkaar over 2 weken. Over 2 weken heb ik een gast uitgenodigd. Ik heb gevraagd of dat er iemand van de CDA uit Zonnebreugel meer kan vertellen over het verkiezingsprogramma van het CDA tijdens landelijke verkiezingen. Nou, ze zijn eventjes intern nog aan het debatteren of iemand dat wil doen. Nou, ik wacht het nog eventjes af. En mocht jij zelf nog aan willen schuiven, het is nou, we doen nou zeg maar 3 verkiezingsspecials. Mocht je zelf aan willen schuiven, dan sta je hier dadelijk naast mij. Dan kun je je gewoon aanmelden via redactie@onszonderbreugel.nl. En dan kun jij een keer samen met mij hier aan deze tafel staan. Om meer te vertellen over wat jou boeit in Zonnebreugel. In ieder geval tot over 2 weken en houdoe.